Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you? In no time at all, YouTube has expanded into being the largest and most powerful video platform. While television continues to lose viewers, YouTube continues to spread throughout the world onto every screen. YouTube exerts a huge attraction on the new generation. My channel has 86,000 subscribers, so subscribe, my dudes. With it, fame and fortune appear to be within every young person's grasp. What is the ingenious revenue model underlying this success story? And how does YouTube's secret algorithm determine what you will be watching? This is Backlight. Welcome to your future media landscape. Los Angeles is home to the annual VidCon conference, an event attended by everyone who is anyone in online media. Fans come to meet their YouTube idols. Trade and industry are well represented, as are tomorrow's YouTube stars. I'm here at VidCon as a creator, looking to be cringier than ever, meet some big celebrities on YouTube, collaborate with them, and just grow from the 10,000 subscribers that I have now to 10 million subscribers soon. My name is Tony Tornado, and I'm a YouTuber that records my life as a story. I have 21,000 subscribers on YouTube. Everyone subscribe, youtube.com/TonyTornado. Hi guys, my name is Mikkel. And I'm Peyton. And we are known as the Kachi Twins, and we're from Vegas. We have 400,000 subscribers. Our most popular video was our morning routine. It hit 9 million in about 2 months. What was it about? Just us getting ready. Ready for what? Just the morning routine. Just us getting ready for the day. Hey, we're here at VidCon 2017. We're about to go hear from Matt Gielen about the algorithm. We're so pumped. What's up, guys? How's everybody doing? What are you thinking? What are you expecting? Matt Gielen is like one of the smartest people when it comes to reverse engineering the YouTube algorithm. This is the thing that matters because you kind of have a great content, but you have to get it in front of as many people as possible. So I'm excited to see what he thinks is under the hood, what the black box really looks like. So 100%. Looking forward to it. My name is Matt Gielen. I am the CEO of Little Monster Media Co. What we do is we help brands build audiences, primarily on YouTube's greatest mystery is its algorithm, a well-kept trade secret, determining which videos are recommended on the site, and consequently whether a YouTuber will be successful or not. Matt Gielen is the expert in this field. So, first of all, YouTube is bigger and more important than ever. In 2014, there were 6 billion hours watched per month. 3 years later, in 2017, we're now at 30 billion hours watched every month. That's crazy huge. But if we extrapolate on that, that essentially means that every month there's 3.4 million years worth of content distributed onto YouTube. That is enough time to go to Mars and back 7 million times with today's technology. So YouTube celebrities are now mainstream celebrities, right? We've got celebrities appearing on late night, and what used to be YouTube drama is now being featured in places like the Wall Street Journal and the New York Times. Hey, hello guys, it's Sequoia June, and I'm MC Junibug on YouTube. I make all different types of videos. I do singing, dancing, acting, makeup, and fashion. So if you want to go check me out, go do so. I have about 1,200 subscribers, I think. And I love them all so much, so And there was a study that was put out the other day that said the number one profession that I think kids somewhere between 10 and 16 want to have when they grow up is professional YouTuber. And like number two is like a star. I have had a YouTube channel since I was like in fourth grade, and I was like, I'm gonna make all these amazing videos of me doing all these fun things because I saw all these YouTubers doing it, and I was like, hey, they're rich enough to buy themselves cars and houses and stuff. Like, why couldn't a 9-year-old girl, like, with a gap tooth be able to do that? YouTube not only appeals to the new generation, but also to advertisers. Everybody gets high sometimes, you know. They see the commercial value of these new online media stars.
Brendan Gahan is one of the founders of influencer marketing. What influencer marketing really is connecting brands with digital celebrities, people who have an established audience online across a variety of social media properties, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Musical.ly, and so on. 8 of the top 10 most recognizable celebrities among teenagers today are YouTube stars. Some of these guys are getting tens of millions of views. They're bigger than primetime TV shows. And someone can be content creator, they can be the producer, the writer, and the distributor, the media network. There's never been a time in history where that was possible, before everything was totally siloed. So I think it's a much more democratic way of doing things, and it gives a lot more people opportunities where they may not have otherwise gotten them. We're a little bit in a hurry. I'm sorry. Jordi van den Busche, better known as Kwebbelkop, is one of the most watched Dutch YouTubers. He and his girlfriend Azzy, who also has her own YouTube channel, are participating in the VidCon. Jordi's YouTube channel has over 7 million subscribers, and his fans are located all over the world. Okay. Everybody ready? Yes. Jordi became a star on YouTube by playing video games, providing them with his own unique style of commentary. Hey, Mario, don't do that to me, man. Come on, I thought we were friends. Here we have the awards, the milestone awards, the YouTube play button, zoals ze die noemen. Ik heb hier 2 golden play buttons, die krijg je bij 1 miljoen abonnees. Bij 10 miljoen krijg je een diamanten play button. Ja, dus daar ga ik voor. Hier is de studio, hier maak ik al mijn video's. Kom binnen. En dan ga ik lekker zitten. En dan heb ik allemaal monitoren. Neem ik het op, microfoon, camera, lichten. En hier doe ik dan mijn ding. En dan kijk ik gewoon wat, ik noem ze niet mijn concurrentie, maar wat mijn compagnons spelen. Wat er populair is momenteel. En hopelijk vind ik dan een spelletje wat leuk is. En die ga ik dan spelen. Nou, dan zie ik hier video's van 4 weken oud die bijna 1 miljoen views hebben. En dat zijn de nummertjes die je wil zien, hè? Miljoenen, miljoenen, miljoenen. Dus ik denk dat ik die ga spelen. Welcome back, elves! My name is Kwebbelkop, and today we are a fidget spinner! Today, we're playing Spins.io, which is an amazing IO game all about fidget spinners! What you have to do is you have to collect all of these balls over here, and you have to fidget spin! There we go! Yes, get as much as... Ah! Hey, hello! Hallo. Hallo. Oh, dan ben je nog groter als je op dat randje staat. Yeah. Had ze netjes keurig in 1 keer zijn VWO-diploma behaald. En ik zei, nou, kan je dat studeren, dat studeren? Nee, ik wil dat tussenjaar. Ik wil gewoon kijken, als ik 1 jaar energie in YouTube steek, ja, hoe ver ik dan kom. En toen was ik manager bij een callcenterbedrijf. En daar zaten heel veel mensen die hadden dan dubbele mastertitel en mastercard gestudeerd. Kwamen niet aan de bak. Dus toen heb ik gezegd, nou, oké. Wat zij verdienen op die leeftijd, dat moet je ook verdienen. En toen na 3 maanden of zo, hè, toen zei hij van... Ik ben al voorbij mijn target wat je me nu gesteld hebt. Ik zag een artikel in de Quote. En ja. Daar werd jij aangemerkt als de rijkste YouTuber. Ja, volgens mij klopt dat wel. Zeker. Ja, nou ja, kijk, weet je, rijk is eigen vermogen en dit is een bedrijf. Zeker, dus dat ben ik dan niet helemaal mee eens met die benaming. Zij zeggen dat je miljonair bent. Ja, nou, zelf niet, maar mijn bedrijf doet het zeker wel goed. Ja, maar je bent gewoon in dienst van je eigen bedrijf. Ja, dus ja, ja. Oké, dit bedrijf, dit bereikt miljoenen mensen. We hebben 2,5 miljard totaal aantal weergaven. En vergelijk dat met de Nederlandse zender. En dat is 10, 20, 100 keer zoveel als een Nederlandse zender. En daarnaast hebben we 100 keer zo weinig mensen dat voor het bedrijf werkt. En dat is dus waar de toekomst naartoe werkt. Vandaag is een speciale dag, aangezien wij op het Kwebbelkop hoofdkanaal 2,5 miljard views hebben behaald.
Dus even applaus. Wat is goed nieuws is. Even, Jordi, de content creator. Dat je hier een pilaar hebt, zeg maar. Vlog. Ja. Zeg maar vlog gaming. Hier bijvoorbeeld iets met muziek, als je het leuk vindt. En wil je dan, zeg maar, hier je management doen. En talent scouting. En dat soort dingen. Snap je? Het enige wat je zelf moet doen, is die tekening maken. En de rest, ja. En de rest kun je allemaal outsourcen, of heb je al voor een belangrijk deel. Ja. Hi, I'm Oliver Yupa. My channel is my name, OliverYoupa. And I do skateboarding vlogs and just vlogs about my life, and I have 1,400 subscribers. I want to have over 1 million subscribers one day. Ruud de Langen is the managing director of Mindshare, a media buying company buying commercial slots for large international advertisers, both within and outside the digital domain. Wat je merkt is dat het meest dominante medium televisie toch wel last heeft van afkalving van de kijktijd. Dus we zien in de jongere doelgroepen tot 30% afname van kijktijd. Dan kan je afvragen, nou, waar gaan ze dan naartoe als ze niet meer op televisie zitten? En dan zie je ze verschuiven naar de digitale domeinen. En wat je in Nederland ziet is dat er ongeveer 1 miljard euro naar televisie gaat. En dat er bijna 2 miljard naar internet gaat. Dus internet is 2 keer zo groot als televisie. En dat is een trend die je wereldwijd ook ziet. YouTube is een platform wat enorm veel bereik heeft in de hele brede doelgroep en met name ook onder jongeren. En wat je ziet omdat de jongeren van televisie verschoven zijn naar YouTube, is dat de reclame-euro's erachteraan zijn gegaan. Dus we plannen minder reclame op televisie en vullen we dat aan met YouTube. So when someone watches one of your videos on YouTube, a ad can run in front of it, just like an ad would run in the middle of a TV show. And those are all sold by AdSense. And then kind of the big way that channels make money on YouTube is through brand sponsorships and brand deals, where, you know, a brand will pay them to promote their product to their audience. It's also known as influencer marketing. Got one! Influencer marketing online has grown dramatically. I first started working in this space in 2006, and that was when I first did my first YouTube brand deal. I think to a certain extent, maybe a lot of the industry kind of turned their nose up, like, we're better than that, and it's not TV, it's not beautiful production, so there's not as much value. But I actually think the reverse is true. The direct line of communication, and oftentimes that rawness creates a lot more value because people become so invested in these personalities. As a result, when they make a recommendation, it really resonates. My goal with my channel is to be a positive role model for little girls who don't have role models in their own home or anywhere else, because I want to support self-love and body positivity and just confidence in yourself and what your passion is. Every single day they're speaking directly to the camera. The viewers feel like there's a friendship forming. So there's the scale component, but I also think there's the impact and the depth of the relationships, which don't really exist, I think, anywhere in traditional media. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, maybe you and I will fall in love. When a viewer triggers an ad, the ad that runs before the video plays generates revenue. Now, it's pennies or fractions of a penny for each individual view, but you multiply that by thousands and millions of views, it starts to really add up.
And YouTube takes a percentage of that ad. It's usually around 45%. And then the creator will get 55%. Everybody's kind of got the same incentives. Grow, generate more views, and keep the ad dollars coming in. Do you hope to earn a lot of money with your channel? Yes, that may sound like really vain and selfish, but dollar dollar bills, y'all. Money is what makes the world go round. Like, it's sad, but it's true. And, you know, we're all just trying to survive, and I don't know, some people like to have fun with it. There we go! Yes, 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 yes! Get as much as— Ah! Are you kidding me?! Let's go for 10,000 likes! And at 10,000 likes, I'll do another fidget spinner video. And I'll see you cups tomorrow. Voor een hele lange periode zijn mijn views ongelooflijk belangrijk geweest qua geld verdienen. Maar nu is het al, is het views een minderheid geworden en... Ik zei al, 30% van al mijn inkomsten komt van de views, 70% komt zo van de branddeals. Maar alles is uiteindelijk toch wel gebaseerd op die views. De views blijven toch nog wel het belangrijkste. Dus als ik ineens geen views meer krijg, dan krijg ik ook geen branddeals meer. Dan wil niemand meer met me samenwerken. Your number of views is essential to survival as a YouTuber on the video platform. The role of the YouTube algorithm is decisive. Hello. Well, what the algorithm does is it decides which videos to promote to the viewer. And the goal of the algorithm is to keep people on YouTube for as long as possible. So the algorithm is everything. It determines whether you'll get one view or you'll get a million views. And the algorithm determines whether or not your thumbnail and title will be presented to a potential viewer for them to click on. And that really kind of governs whether or not you'll get any viewership. Ik streef naar de 20 minuten per video. Deze video zal 10 minuten zijn. Ik wil eigenlijk nooit een video onder de 10 minuten maken. Tenzij het de enige mogelijkheid is. Maar wat YouTube leuk vindt, is lange video's. Aangezien mensen die langer kunnen kijken. En dat vinden de adverteerders ook leuk, omdat je dan extra veel advertenties erin kan zetten. I think it was about 4 years ago, YouTube showed a graph at VidCon. That showed... The more frequently someone came back in a week, the more videos they watched and the more time they spent exponentially. And by that very fact, it meant that if you were able to create content on a daily basis and bring your audience back every day to watch more of your content, well, then YouTube would algorithmically feature your content more and more and more to those viewers who kept coming back. Welcome back, Cubs. My name is Cobblecup. Subscribe today. What are you waiting for? Because there's a new video every single day. Let's do this! Als ik 2 weken lang geen video zou plaatsen, dan betekent dat ten eerste mijn viewers denken dat ik dood ben. Denken, waar is Kwebbelkop gebleven? Die zullen niet meer in hun dagelijkse routine hebben dat ze mijn filmpjes kunnen kijken. En de YouTube-algoritmes die zullen ook nog eens zien... Hey, Kwebbelkop upload niet meer dagelijks. Betekent, laten we hem niet meer gaan promoten. Aha, en dat is foutable. En dat betekent veel minder views en dag-dag carrière. But it's not only YouTubers who depend on the algorithm. Advertisers too are at the mercy of this secret recipe. Als je op YouTube inkoopt, dan doe je dat geautomatiseerd, want er zijn miljoenen kanalen en dat is niet handmatig te doen. Dus wat je doet met je software, je geeft een doelgroep in en je geeft aan in welke periode en met welke spot en welke spotlengte je een bepaalde groep wil bereiken. En vervolgens gaat het systeem binnen die miljoenen kanalen op basis van algoritmes kijken waar die kijker te vinden is en waar die video geplaatst wordt. Alleen is het zo dat omdat het aanbod zo enorm groot is, YouTube het nog niet goed onder controle heeft waar je spot altijd komt te staan. Het gaat vaak goed, maar zoals we in het nieuws ook hebben kunnen lezen, gaat het ook wel eens fout. En sta je opeens naast een video van IS of een video met grof geweld of een antisemitische video. En dat is het niet wat de adverteerders willen. En we kunnen daar niet in meekijken. We weten niet hoe die algoritmen werken. Dat is een doos die dicht is en waar we niet in mogen kijken. A few years ago, YouTube drastically changed its algorithm. This change has mostly benefited YouTubers who are able to upload long videos every day. Gamers really profited extremely well off of the algorithm switch, by and large. Can I get a good luck, kiss? Because they were able to create a massive amount of content on a daily basis. So
Many gamers are able to put out multiple videos a day that are 10, 20, 30 minutes, an hour long because they're videos of them playing video games, right? And so the modes of production are basically set up a camera, let it run, chop it up, and put it out. They don't have to create the content from scratch. It's much easier for someone to film themselves playing games than for someone to write a, you know, 10-page script and then have that script read by an actor, and so on and so forth. So, Stan? Well, people, we all wash our clothes, but some of us, well, they get really messy, Dat eentje, die was een beetje... Of doe dan... Ja, ik zou juist, ik vind het leuke juist dat je het Engelse toontje hoort, daar gaat het om. In 2006, Bardo was one of the first Dutch YouTubers. Well, we've all been there, haven't we? Between 2010 and 13, his Banjo Movies channel made him the most successful YouTuber in the Netherlands at the time. Met Banjo Movies maken we altijd comedy. Het liefste sketch comedy, waarin we echt iets schrijven, à la Van Cote en de Bie, Draadstaal, Monty Python. En dan proberen we gewoon een volledige dag eigenlijk te maken voor één klein filmpje van 4 minuten. Waarin we gewoon, ja, sketch comedy maken. Dus een shot maken, camera goed neerzetten, script erbij en gaan acteren. Well, for instance, look at this man over here. Wat zeg jij nou? Well, he got a dirty shirt. Let's fix it. Terwijl de meeste YouTubers, die nu ook heel populair zijn, ja, die maken gewoon een filmpje over zichzelf van 10 minuten. Of je nou een videospel speelt of een vlog maakt. Het is langer dan 10 minuten. YouTube vindt dat heel fijn, langere content. En ja, dan wordt dat aangeraden. En dan content als de mijne van 4 minuten, die valt dan toch weg in dat nieuwe watchtime algoritme. YouTube has sold us on the idea that if we invest in the platform, if we put our content on the platform, that you know, there will be an audience there and they'll do the monetization and these other things, and have encouraged, you know, millions of people to do that. And when they go and make a massive structural change to their site without telling anyone, you know, it's a bit of a slap in the face. Ik heb wel van de tijd dat ik de grootste was op YouTube, wel een paar dingen. Ik kan sowieso 1 filmpje zo erbij pakken, maar volgens mij... Ja, dit was voor het eerst dat er een YouTuber in de krant kwam in Nederland. En hier stond dan binnenlopen met YouTube. 19-jarige student Bardo Ellens verdient geld met 70.000 kijkers. Banjo TV. Welkom bij de allereerste Banjo TV. Het moeilijkste met terugwerkende kracht aan eerste zijn op YouTube was dat het... Het klinkt stom, maar het is ook een soort wedstrijd aan het einde van de dag, hè, YouTube. Je hebt een getalletje bij je kanaal, dat zijn je abonnees. En die moeten hoger en hoger en hoger. En dat betekent dat ik ook in mijn eentje altijd moet uploaden. Stel, mijn telefoon gaat nu en ik krijg een belletje van... joh, er is iets ergs gebeurd met je moeder, bij wijze van. Ja, ik kan geen pauze nemen van YouTube. Ik heb 1,5 jaar een pauze genomen in een tijd dat er bij mij genoeg thuis speelde, genoeg privéproblemen waren. En in dat half jaar ben ik zoveel kijkers verloren die gewoon niet meer terugkomen, dat ik wel weet... Ik mag niet meer ziek worden. Ik mag niet een ongeluk krijgen. Ik mag ook niet pauze nemen voor als een naaste van mij overlijdt. Je moet door blijven uploaden op YouTube. Je hebt geen kans om te stoppen. My most popular video is about my video getting my armpit tattooed. You might want to get closer if you want to check it out. So I've pretty much been getting my whole body tattooed. And I just throw it on YouTube. Every time I get a tattoo. But soon, no, you will have no part of your body left for your channel. I got my, like, right foot. I got a little bit of space left, so I've been working on it little by little, you know, so I'm almost finished soon. But when your whole body is covered with tattoos, then you will stop with your channel? I'm probably gonna get some lasered off and get it re-tattooed again, just to keep it going, you know, so we'll see. Jouw YouTube-kanaal is zo'n groot succes dat jij ervan kan leven. Klopt. Financieel gezien, om hoeveel euro's gaat het per maand? Zijn benieuwd. Ja, dat is bijzonder veel eigenlijk. Ik wil liever niet helemaal zeggen, maar ik kan wel zeggen dat je bijvoorbeeld bewijs van een hele goede bank van kan kopen voor je moeder elke maand. Het erge is ook dat het op het einde wat ik daar zeg over de bank, ik moest het wel zeggen vanuit Google. Die hebben me echt opgebeld een dag van tevoren en zeiden van je gaat niet vertellen hoeveel je daar verdient aan YouTube. Dat mag niet. Zeg maar gewoon dat je een goede bank voor je moeder kan kopen. En ik mocht echt niet te specifiek. Ik mocht ook niet zeggen dat ik 3 iPads kan kopen. Dat kan je terugrekenen. Dus echt goede bank, lekker vaag.
Toen de tijd is het allemaal, ging het zo goed dat op een gegeven moment Google mij ook heeft aangesteld als ambassadeur van YouTube Nederland. Dus de man die echt mag gaan vertellen hoe YouTube in elkaar zit, wat je kan doen en je kan er ook echt geld aan verdienen. Als je erin slaagt om veel mensen te interesseren voor je video's, kun je gevraagd worden om onderdeel te worden van het YouTube Partnership Programma. Het hele ambassadeurschap tussen mij en Google, dat liep echt op de klippen gewoon. Toen op een gegeven moment EditieNL bij mij een item had opgenomen. Dat was nogal wat, hè? 1,5 miljoen kijkers, primetime op televisie. En 5 minuten voor de uitzending begin van EditieNL werd ik gebeld en zeiden ze, ja, maar Bardo, wat is het kanaal? Wat is je kanaal ook alweer? Ik zeg, Banjo Movies. Zeggen ze, ja, we tikken het in, maar we kunnen het niet vinden. Ik zeg, hoe bedoel je? Op YouTube, typ Banjo Movies in en je vindt het. Dus ik naar mijn computer toe, krijg ik een melding, je kanaal is verwijderd. Alles wat ik heb gedaan, tot en met 2012, dat is gewoon echt, was op dat moment 7, 8 jaar werk, poef, weg. Al mijn video's zijn uit het algoritme gehaald. Als je van 1000 kijkers per dag naar 0 gaat op een video, ja, dan is het hele algoritme naar de knoppen. Dan wordt mijn video niet meer gevonden. Alle video's van mij van voor 2013 worden niet meer gevonden. Die worden niet meer bekeken. De views zakten van 200.000 in 2013 naar 150.000 in 14, naar 100.000 in 15, 50.000 in 16 en nu in 2017 30.000 à 50.000 kijkers nog. Met het jaar halveert het gewoon. Tot op de dag van vandaag heb ik geen idee wat er is gebeurd, waarom mijn kanaal is verwijderd, wie het heeft gedaan, waarom het is zo mager kan succes zijn. Zo mager kan YouTube zijn. Dat 8 jaar werk, 8 jaar lang mezelf goed pluggen in die zoekmachine, zorgen dat ik goed gevonden word, alles erop en eraan. 8 jaar is gewoon weggeklikt door 1 dude. 1 iemand die zoiets had van, nee, toch niet. En het was weg. The days when YouTubers were able to operate alone from little attic rooms are gone. Big money has caused professionalization. And for talented and ambitious YouTubers, a manager is indispensable. Omar Kbiri is the founder of a management agency focusing on social influencers, amongst others, YouTubers. Today he has an appointment with Youssef, a popular Dutch YouTuber. Omar and Youssef will be signing a contract to make their partnership official. Wij helpen dus artiesten van een nieuwe generatie die bijvoorbeeld op YouTube ontstaan of op Spotify ontstaan of op Instagram ontstaan bij het managen van hun carrières. Dus we kijken vanuit de inhoud wie wil je worden, waar liggen je ambities en daar voegen we dan ook een zakelijke kant aan toe. Er is dus niet officieel moment waarbij jij je ziel gaat wegtekenen. Ik hoop dat je er geen spijt van gaat hebben later als je oud bent. Wat zijn het? YouTube is eigenlijk bijna 24-7. Het is echt een fulltime job. Ik doe het letterlijk in mijn bed om 11 uur in de avond op mijn telefoon, dat ik nog laatste appjes aan het sturen ben of een mailtje aan het opstellen ben voor een nieuw item. En in de ochtend als ik opsta is het gelijk weer editen. Zelf neemt het je helemaal in beslag, want je denkt bij jezelf van oké, wat ga ik nou morgen online zetten? Ik kan niet hetzelfde gaan online zetten als wat ik al eerder online heb gezet. Je wilt iets leuks brengen, je komt er niet uit. En op een gegeven moment ben je dan de hele dag aan het denken van oké, wat ga je dan online zetten? Heb je niks. 100% alcoholvrij. Daardoor kan het vloggen, zeg maar, dagelijks vloggen, kan je leven helemaal in beslag nemen. Ik zie mijzelf ook een beetje als een soort van gehandicapte vlogger. Ik wil niet alles laten zien. En dat is nou hetgeen wat juist wel scoort op YouTube met views. Wanneer je moeder laat zien, je vriendin laat je zien. Je laat echt alles zien. Dus als je vriendin filmt, hoe zij, weet ik veel, staat te douchen of zo. Dat is geweldig. Dat vinden mensen helemaal leuk en alles, maar... Kun je ook een goede thumbnail maken? Kun je een goede thumbnail maken, levert goede views op, maar... Nee, ik hou liever dat soort dingen privé en YouTube hou ik liever gescheiden. Het begint vaak met een soort van spelletje. En hey, ik ga ook vloggen. En dat is heel onschuldig. Op een gegeven moment krijg je de kick en de rush dat het wordt gezien. Dat je viewers krijgt, dat je fans krijgt. En je komt dan in een soort van modus terecht dat je in eerste instantie gaat proeven van de potentie van jouw kanaal als YouTuber zijnde. En dan kan het dus in één keer zijn dat je dus verslaafd kan gaan raken aan die faam. Dat je het verslaafd kan gaan raken aan dat je er geld mee kunt verdienen. Dat je dus in je omgeving duidelijk maakt dat je het bent. Dus aan je ouders kunt gaan vertellen, ik stop met school, want ik ga dit doen. En dan in één keer merk je dus dat bijvoorbeeld dat je dat alleen maar kunt behouden doordat je bijvoorbeeld dagelijks uploadt.
En omdat je misschien nog niet echt vanuit de inhoud bezig bent geweest, maar puur hebt gezeten op hoe je het algoritme voor je kunt laten werken door elke dag te uploaden. En weet je, dan ga je ook slechtere content maken. Ga je meer een karikatuur worden van wie je bent. Gaat de grens tussen wie je in het dagelijks leven bent versus wie je op de camera bent ook steeds meer verwateren. Totdat je in één keer een soort van schets bent. Een soort, weet je, een animatie van jezelf bent. Tenminste, dat zie ik gebeuren. En één keer dan raak je steeds verder verwijderd van misschien wel hetgene wat je wil doen. Omdat je niet los wilt laten van datgene wat je hebt bereikt. Azzie, Jordi's girlfriend, also has her own YouTube channel, Azzieland, with over 1.5 million subscribers. During their visit to the VidCon, a meet and greet is organized with Azzie's fans. Thank you. That's all I didn't know. And I will definitely check your channel. Awesome, thank you so much. Thank you. Come closer, baby. And lay your lovely face against my skin. Please don't. Don't turn away from me, baby. I think it's really nice that we both do YouTube because we both understand this stuff. Exactly. And also we inspire each other too. Right? So it's good. Yeah. So we work off each other's creativity and... We help each other and we learn from each other. Each other's work, I should say. Yeah. Which is really nice too. It was nice meeting you. Yes. We did a video on her channel. Thank you for subscribing. Bye. Woo! Okay, bye. Open your mouth, Azzie. What is this? My name is Amber. I am the goddess of cringe, and I do sex education. Hey guys, it's Amber Lynn Rose here. Today I'm going to tell you 5 amazing, crazy facts about the female sexuality. Well, my most popular video is about the G-spot, and I've gotten a lot of views from that, so sex sells. Te beginnen bij het begin, jullie weten natuurlijk wel het probleem van Banjo Movies. We hebben 4 minuten per week dat we uploaden, tegenover 20 minuten dagelijkse vlog. Dat verlies je gewoon met 7 keer 20 is 140 tegen 4 per week. Dus we moeten onze content langer krijgen. Het idee voor vandaag is daardoor ook om een interview-item te maken. Heel makkelijk op straat mensen interviewen. Je bent alleen een beetje afhankelijk van de mensen die je spreekt of het grappig wordt. Maar verder kan je heel makkelijk met weinig productie gewoon footage knallen. YouTube houdt nu van tijd ook. Ja. We hebben de tijd nodig. En mijn idee is om de issue der issues te bespreken. Vrouwen of vrouwenvloggers... Met vrouwen, is dat nu heel erg clickbait? Is het bijna porno, te ja of te nee? Mm-hmm. En zouden mensen op straat ook het verschil kunnen zien tussen vloggers en porno? Oh. Kijk, als dit zou werken, dan kun je gewoon 4 van die items op een dag knallen. Dan heb je gewoon 4 keer op 1 dag 10 minuten video voor YouTube. Ja. Iets waar wij nu gewoon 2 volledige weken voor moeten werken, voor 4 video's. Mm-hmm. Ik denk dat het niet heel verkeerd zou zijn als je de eerste video in de nieuwe vorm gewoon clickbait doet. Ja, kaart, porno. Clip, weet je, dan heb je gewoon ook al een groot publiek wat binnenstroomt. Het is niet alsof anderen op YouTube dat niet doen. Ja, wat we nodig moeten hebben voor de porno is 3 keer 2 meisjes naast elkaar. 1 een YouTube-ster, andere een porno-ster. Ja. Moeten we heel snel fotootjes voor hebben. Ja, nee, die is ook goed. Alleen, ja, oké. Okay. Die vind ik ook goed. Het belangrijkste is wel om daar te zijn, hè. Dus is dat je blijft groeien. Zorgen dat je toch aan de top blijft. Want uiteindelijk is dat, misschien klinkt het gek, maar dat is wel waar het om draait. Met name bij met partijen die met jou zijn willen of met jou samen willen werken. Die kijken toch wel van hoeveel volgers heb je. Ja. Hoeveel kijkers heb je, dat weet je als geen ander. Twee doelen heb ik nu. We willen Kwebbelkop meer mainstream maken. Dat je zegt, wie is...
tenminste Krabbelkop, dat niet meteen iedereen zegt, hè, dat is die gamer. Hmm. Maar meer zeggen van Krabbelkop, dat is die ja. ene, dat is die Krillable, hè, ja. meteen zoiets. Ja, dat is die multi-ondernemer. Precies, ja, precies. Naam, ja, dat is een 22-jarige genie. Hè. Ja, die leuke jongen, precies. Ja, die knappert, hè. En het tweede doel, dat is meer geld verdienen. En dat vindt Lars hartstikke leuk natuurlijk. Maar vind we ook willen, leuk. Precies, vind jij ook wel leuk. Ja. Vindt iedereen wel leuk. We moeten gewoon. We hebben al heel veel views. Er komen nog meer views bij. En er zijn gewoon zoveel mogelijkheden om nog meer geld te verdienen. Wat ik zo mooi vind, is dat je op een gegeven moment besluit om jouw persoonlijke leven ook mee te nemen. Nou, ik maak video's elke dag, maak ik er een paar. Waarom zou ik dit niet delen? Zullen we even kijken naar dat moment, de reunie met je vader? Want je had hem volgens mij 7 jaar niet gezien. Ja, yes, 7 jaar had ik hem niet gezien en ik wist ook niet waar hij was. Tot nou, het 16e jaar en toen hadden we slecht nieuws gekregen dat hij een hersenbloeding had gekregen en dat hij terug naar Nederland was gekomen. Ik heb nu mijn 5e appartement gekocht in Amsterdam. 5e appartement? Ja. En heb ik een hele leuke vriendin. Ja, zie ik. Dag. Ik moet wel Engels praten tegen. I'm sorry, I have to talk English for you. Ja, I'm sorry. Ja, ik word er een beetje emotioneel. Ik vind het zo knap. Maar waarom zou je dat willen delen met al die mensen? Ja, ik vind het een mooi verhaal. En ik denk, nou, er zijn heel veel mensen die ook dit soort dingen meemaken. En ik vind dat mensen erover moeten praten. En het aan de aandacht moeten brengen. En nou, dit is hoe ik ermee omga. En heel veel mensen hebben een andere manier hoe ze ermee om kunnen gaan. En dat vind ik het mooiste wat er is. Ja, jeetje zeg. Hij zegt het wel heel goed, maar zo ga ik ermee om. Maar aan de andere kant denk je, ja, het is wel hoe YouTubers er soms mee om kunnen gaan. Ja. Voor een normaal persoon is het alleen maar zo van, je bent een commerciële lul om dit soort shit te, want het trekt views. Maar het is ook wel fijn om als verwerking of zo. Dubbel zeg. Ik zou niet aan moeten denken dat als mijn moeder volgende week... en dat ik dan met een cameraatje bij mijn moeder sterfbed... Nee, ja. Wat een grens. Ja. Jordi weet ook donders goed dat het goed scoort. Mm-hmm. En hij moet een thumbnail ervan maken, hij moet een titel verzinnen. Het is niet dat hij het allemaal gewoon even zo erop gooit en denkt van, nou ja... Ik zou dit niet doen, denk ik, hoor. Nee. Het gaat zo ver. De enige reden dat ik nu zit te twijfelen, is voor views. Ja. Dat is fucking... Ja, nee, dat is de enige reden dat ik hier überhaupt over twijfel. Want ja, alleen maar door die views ga je gewoon over alles heen wat je ooit niet zou doen. Ja. Ik ben een Nederlandse YouTuber. En mijn volgers noem ik mijn amazies. Want ik vind ze amazing. En samen met mijn naam zijn het amazies. Niet zoveel, man. Oh, dat is lekker. Nee, bleh. 12-year-old Emma has had her own YouTube channel for 3 years now. Her mother assists her with content creation. They post at least 2 videos each week. She now has nearly 90,000 subscribers. Weet je nog alles wat je ging zeggen? Ja. Every Sunday, Emma and her mom record new videos. Hallo amazies, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie 10 soorten leerkrachten op de middelbare school. En als jullie deze video nu al leuk vinden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Laten we gaan voor de 3415 likes. En volg me ook op mijn social media. En laten we maar beginnen. Let's go! Ze was 7. Toen hebben we de eerste opnames gemaakt. Maar toen dacht ik later, ik wil dit nog niet. Omdat ik als ouder me er bewust van ben wat er allemaal op internet gebeurt. En omdat zij een meisje is en blijkbaar jongeren dat interessant vinden. Of jongens of mannen, dat weet ik dus niet. Want er zijn altijd mensen zonder profielfoto. Het zijn altijd profielfoto's die niet kloppen bij de comment die er staat. Er staan gewoon woorden of dingen die niet thuishoren bij een jong meisjeskanaal.
het doet alsnog wel iets met je als mens, echt een super nare reactie plaatst. En dan zeker op mijn leeftijd. Dus ik lees niet meer alles en ik denk ook wel dat dat goed is. Dat ja, niet ik lees wel is. Alles, maar ik vertel jou niet alles. Ja. Hallo Amazies, super leuk dat jullie kijken. En deze video gaat over 10 dingen die meisjes doen, maar stiekem niet zeggen. De meest bekeken video is de video die heet Wat alle meisjes denken. Nee, het was 10 dingen die alle meisjes doen. En dan heb ik het over menstruatie, over tampons, over... Nee, dat is, die zit daar geloof ik niet. Jawel, jawel. Dat is een andere. Oh, nee, echt. Maar het was erop dat je op je telefoon zit op dat de je wc. Over, dat je over je telefoon, op je telefoon zit inderdaad. op de wc en... Waarom denk je dat dat filmpje zo populair is? Nee, dat weten we niet. Ja. Deze video is vorig jaar door YouTube voor eerste pagina gezet. En dat weet je niet waarom dat YouTube dat doet. Want hij had toen helemaal nog niet zoveel views. En die is op de eerste pagina gezet door YouTube. Ja, toen kreeg ze een enorme boost en werd ze ontdekt. Ja. En kreeg ze heel veel abonnees op een paar dagen tijd erbij. En waarom YouTube die keuze heeft gemaakt, dat weet ik echt niet. En hoe belangrijk is een goede thumbnail? Heel belangrijk. Mensen kijken meestal eerder naar de thumbnail als naar de titel. Ja, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ja, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dat zit in de thumbnail. En de titel? Bijvoorbeeld, aangezicht bloot kan 2 dingen betekenen. Dat kan betekenen dat je naakt gaat, maar het kan ook betekenen dat je dingen wat je nog nooit hebt gezegd, wel zegt. Ze gaf zich figuurlijk bloot. Ze vertelde dingen aan haar kijkers die niemand van haar wist. En dat kun je zien als clickbait, maar dat is niet bedoeld als clickbait. Maar ik wist gewoon geen goede titel te geven die het onderwerp is. Het is eigenlijk geen clickbait. Nee, het was geen clickbait. So this is my channel. I do gaming videos and stuff. Quibble Cup it's called. Just hit 6.9 million, nice milestone. How long have you been in the business? I did my first YouTuber brand deal in 2006. Oh, with shit. Like Smosh. Like, oh, that's great. So that's a long time, man. There is kind of this duopoly where Facebook essentially owns social between Facebook and Instagram, and then you've got Google owning search and video. I mean, YouTube is the second largest search engine, so they just like have a monopoly on search outright. En als die twee partijen de markt gaan beheersen, ja, dan kan je afvragen, is er nog een gezonde marktwerking? Neig dan niet naar een monopolieachtige situatie. Wat betekent het dan voor de afhankelijkheid van adverteerders van deze platformen? Ja, omdat het bereik zo groot is van die platformen en zij zo dominant in de markt zijn, betekent dat je behoorlijk afhankelijk wordt van dit soort partijen. It's really tough. You've got to adapt. And you are at the mercy of these huge platforms, but you also don't really have another option. You've got to work, you've got to play in these spaces. Jongens, sorry. Mag ik jullie misschien interviewen over YouTube met de vrouwen die erop zijn? Mag ik je wat vragen voor de camera? Het is... Nee. Nee, liever niet. Geen zorgen. Oftentimes, there's such a huge focus on that top, you know, the creators that are, you know, with millions of subscribers and making millions of dollars, and that isn't the majority of the people out there. That said, the flip side of that is this is a platform that's made things so easy to get going. You don't need to build your own website. You don't need to do your own video encoding. YouTube is the second largest search engine, so if you're smart, you're gonna get surfaced up there. They've got the subscriber capability, so it's building this communication with your fans, so it's very easy to get going. But I do think that a lot of creators need to think about future-proofing themselves. Tell them your big idea. You just wrote. Yeah. Tell them your big idea. Right now? Yeah. Meanwhile, 1.5 billion users have a YouTube account. The profits are kept a secret. In 2015, the turnover was estimated at $8.5 billion, and it is only expected to grow. Wow.
a falling blossom. Only touch his lips that lie a blossom. This gorgeous looking car. Oh my god. And very soon. No. I saw you kissing someone new beneath the moon. Let's fly to space. I thought. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel, and we'll keep you updated on our documentaries.